super leuk dat je kijkt. Ik ga proberen te vloggen en het gaat nu al mis. Dit is mijn eerste dagvlog en ik hoop dat ik het volhoud, anders krijgen jullie dit waarschijnlijk alsnog niet te zien. Maar goed, waar zou ik beginnen? Elke vrijdag, het is vrijdag trouwens, 11 augustus. En normaal ga ik elke vrijdag gewoon naar Body Balance. Maar ik ben gisteren gewoon oprecht mijn wekker vergeten te zetten. Dus ik werd vanmorgen om 10 uur wakker en ik denk, shit, ik ben iets vergeten. Dus toen dacht ik, ik ga wel naar de sportschool, anders gewoon de zaal in. Maar ja, ik moet er dan op de fiets heen, daar heb ik helemaal geen zin in. Dus, wat gaan we vandaag doen? Ik dacht, we gaan er gewoon een productief dagje van maken. Ik ga gewoon wat werken en ik neem jullie daarin mee. Normaal gesproken zou ik nu dus gewoon mijn laptop pakken en wat werken. Maar ja, ik kan niet echt beneden zitten omdat mijn moeder visite heeft. Dus we gaan het vandaag anders doen. Ik pak alvast mijn koffertje, want ik ga morgen tot en met maandag een weekendje naar Eindhoven. Dus ik ga alvast wat spullen inpakken. Oké, hartstikke leuk. Er hangt hier nog een dingetje aan naar Amsterdam, toen ik naar Berlijn was. Dus even kijken. Oké, dit heb ik dus nu even klaargelegd om in te pakken. Ik ga natuurlijk 2 nachten. Oké, ik heb even wat ondergoed, pyjama ingepakt, mijn toilettas tevoorschijn gehaald en hier zo ga ik even mijn make-up in doen. Als het goed is heb ik nu alles in mijn koffer gedaan. Ik heb mijn camera en wat spulletjes die ik daarvoor nodig heb in mijn handbagagetas gedaan. En als het goed is heb ik alles. Dus dat was het alweer. Inmiddels is het alweer wat rustiger beneden. Dus ik vertrek met mijn laptop naar de keukentafel. Zo, ik heb even een cappuccino gemaakt. En ik zit nu even op mijn laptop. Ik wist niet of jullie het al wisten, maar ik heb sinds gisteravond een webshop waar ik dingen verkoop die ik nog nooit heb gebruikt. Momenteel staan er alleen maar make-up dingetjes op, maar ik ben zeker van plan om in de toekomst andere dingen erop te plaatsen. En hou dat even in de gaten. Nou, mijn website, ik heb al een paar dagen geleden wordt artikeltjes voor volgende week geschreven. En ik ben ook van plan om vandaag weer wat artikelen te schrijven. Zodat ik lekker vooruit gepland sta. Als dat goed Nederlands is. Verder wat mailtjes die ik nog moet beantwoorden. En ja, dat dus. Oké, guys. Nu komt de innerlijke content creator naar boven. Ik moet een foto plaatsen op Instagram om duidelijk te maken dat ik een shop heb. Niks moet natuurlijk, maar dat vind ik leuk. Ik moet dus wel gaan bedenken wat voor foto ik ga plaatsen en hoe ik het ga brengen. Dus, ik heb bedacht om een Polaroid foto te maken van het beeldscherm waar je mijn shop ziet. En dan deze Polaroid foto uiteindelijk in te scannen en dan te posten. Maar later dacht ik, het is ook leuk om een foto te maken van deze Polaroid foto. Volg je me nog? dus dat is wat ik nu ga doen. Oké, dit wordt dus de setting. Op het grootste scherm zie je mijn website. Hier zo mijn shop. Verder niks. Dus ik hoop dat het effect een beetje leuk wordt. Oké, zoals je ziet kan je de schermen niet echt duidelijk zien. Dus ik ga hem nog 1 keer opnieuw maken en dan proberen die lamp er niet meer op te hebben.
en de helderheid van de schermen wat hoger te halen. Dus ja, let's do it. Oké, het is niet helemaal gelukt zoals ik in gedachten had. Maar ja, zodoende ben ik toch op iets anders gekomen. Kijk maar even mee. Kijk, ik dacht ik maak ongeveer zo'n foto. Heel casual met mijn horloge omgedraaid. Ja, ik hou ook een beetje losjes het fotootje vast. En dan zie je mijn shop natuurlijk op de achtergrond. Dus ik denk dat het wel leuk wordt. Wat vind jij? Zo, we zijn alweer een paar uurtjes verder. Ik heb inmiddels even een snackje voor mezelf gemaakt. Appel met pure pindakaas en superfoods. Ja, dat zijn gewoon van die nootjes en dingetjes. Vind ik altijd wel erg lekker. Wat heb ik in de tussentijd gedaan? Ik heb wat mails beantwoord. Ik heb een factuur gemaakt en opgestuurd. En ik heb de foto geplaatst. Nou, ik ga deze dagvlog maar weer afsluiten. Ik weet namelijk van mezelf dat ik nooit het geduld heb om lange video's af te kijken. Dus ja, ik ga hem afsluiten. Ik ga niet zo heel veel meer doen. Vandaag waarschijnlijk gewoon hetzelfde als wat ik net een beetje heb gedaan. Dus dat is ook niet heel erg boeiend. Nou, ik hoop dat je het leuk vond om het te zien. Laat het me ook zeker even weten, want dan kan ik vaker dit soort filmpjes maken. En ja, ik hoop je snel weer te zien. Doei doei!